Elmo Lieftink in de stad waar jij geboren bent. Jouw club, Go Ahead Eagles. Graafschap komt niet verder dan 0-0. Is de conclusie dat jullie te weinig hebben afgedwongen vandaag? Ja, dat denk ik wel. Te weinig gecreëerd. Te weinig 100% kansen gecreëerd. En ja, misschien is een 0-0 dan wel ook wel gewoon terecht. Voelt het als een grote teleurstelling? Ja, dat denk ik wel. Ja, we komen natuurlijk gewoon naartoe om te winnen. En, maar daarvoor hebben we gewoon te weinig gecreëerd. En, het was gewoon niet goed genoeg vandaag. Jullie konden er moeilijk doorheen komen? Ja, heel lastig. En ze waren enorm compact en dat deden ze heel slim. Vlogen eruit als ze de bal veroverden. Dus we moesten ook nog heel alert zijn. Maar dat deden we goed. We stonden verdedigend goed. Maar je wil zo graag 1-2 goede goals maken. Zit er dan te weinig verrassing, te weinig creativiteit in jullie aanvalspel? Baltempo toch te laag? Ja, allemaal dat soort dingen. Dus nog dynamischer zijn, nog creatiever zijn. En ja, dan hoop je op die momenten van bepaalde figuren in onze formatie. Maar het was te weinig, want anders hadden we wel iets geforceerd. Laatste kwartier van de eerste helft leek het ietsje beter te gaan. Maar dan moest hij ook wel net goed vallen. Maar dat was wel iets beter. Maar over de hele wedstrijd genomen niet voldoende. Op een gegeven moment hadden we eventjes geen grip meer op de wedstrijd. En dat zag je ook. Liepen heel veel achter de bal aan. Liepen heel veel domme, verkeerde meters. En dat is gewoon ontzettend zwaar. En niet heel veel weggegeven. Maar ja, ze hadden wel veel meer de bal en waren wel meer aan het drukken. Maar ja, niet heel veel weggegeven. Maar ja... Ja, je wilt domineren en je wilt goalscoren, maar ja, het zat er vandaag gewoon niet in. Het voetbal blijft voorlopig doorgaan, betaald voetbal, amateursport niet. Jouw reactie? Ja, bij amateurvoetbal is gewoon meer beweging. Hè, dus ik kan die redenatie wel enigszins begrijpen. Ik vind het wel oervervelend voor die mensen. Hè, maar tot een bepaalde leeftijd gaat het gelukkig wel door, heb ik begrepen. Maar het profvoetbal, ja, er is hier nauwelijks beweging. Het enige is de media wat hierop afkomt. En gelukkig de mensen in de woonkamer nog een wedstrijd kan voorschotelen. Maar voor de rest is er nauwelijks beweging. Iedereen wordt 2 keer per week getest. Dus we lopen niet zo heel veel gevaar.